dag weer te vervolgen. Je hebt misschien lang gezeten of fysieke heftige fysieke belasting gehad. En dan zijn deze rekstrek oefeningen, linkse oefeningen heel fijn voor jouw lijf. En op het moment dat jij je lekker in je lijf voelt, dan voel jij je ook gewoon gelukkiger, beter in het algemeen. Goed, om te beginnen links-rechts draaien, voeten weer indraaien, even die onderrug goed losmaken. Dus denk ook aan die voeten, je draait ze mee in. Eén keer, drie, twee, één. We gaan omhoog met die armen, om en om. En je voeten blijf je mee indraaien. Van links naar rechts, kijk ook omhoog. Dat je niet heel duizelig gaat worden. Je kijkt met die armen mee. We gaan een X maken. Dus eerst omhoog, omhoog. Omlaag, omlaag, omhoog, omhoog, omlaag, omlaag en door. Nog twee. Laatste. Eerst naar voren, naar achter. En op het moment dat je naar voren toe stapt, dan stap je naar buiten en naar achteren, dan weer terug naar binnen. Naar voren en dan spreiden naar achteren en sluit. Nog drie. Twee. Eén, de armen komen erbij. En rechts, links en weer terug. Rechts, links en weer terug. Probeer een grote stap naar voren toe te zetten. En ook een grote stap naar achteren. Nog vier. Drie. Twee. Laatste. Oké, rol even die schouders naar achteren. Armen, een beetje strikt naar de zijkant en we gaan nu cirkels draaien in de lucht. Tijdens de cirkels draaien moet je borst op, navel in en je draait dus van die cirkeltjes in de lucht. Probeer deze op schouderhoogte te krijgen, continu. Je voelt de spanning in je schouders omhoog komen. We gaan de andere kant op. Andere kant cirkeltjes maken. Kom op, kom op. Gewoon normaal blijven ademen. Nog vijf, vier, drie, twee, één. En los. Draaien we even naar achteren toe. Het kan zijn dat je net goed die spanning voelde. Oké, leggen we één arm op onze rug. En met die andere hand pak je je elleboog vast en je probeert hem wat meer naar binnen te trekken. Hou deze vast. Je voelt de rek aan de voorkant. Dus de rechterarm op je rug. Dan voel je ook aan de rechterkant die spanning. Je voelt de rek. Hou nog even vast. Zometeen zul je merken dat je met één arm altijd verder komt dan met de ander. We gaan wisselen. Andere arm op je rug. Pak die elleboog vast. En trek hem op midden toe. Nooit hier aan de voorkant, daar mag je het voelen. Trek hem goed naar binnen. Weer navel in borst op, bij alles wat je doet, actieve houding. Schud los. Dan gaan we met één arm eerst gestrekt, pak je elleboog vast en duwt die arm naar achteren toe. Zorg ervoor dat die hand naar dezelfde schouder toe gaat. Dan een beetje extra naar achteren toe trekken en dan voel je de rek nog meer hier in je triceps achterkant van je armen. Hou deze rek even vast.
naar achteren toe. Die hand die gaat weer naar diezelfde schouder. En vervolgens een klein beetje verder naar achteren toe trekken. Dan voel je meer. Hou nog even vast. En los. Schud even los. Oké. Volgens weer een licht oefening, bewegingsoefening. We beginnen gestrekt met de rechterarm omhoog, linkerarm naar de zijkant. Vervolgens strekken we in en maken ons weer lang. 10 keer links, 10 keer rechts, 2 rondjes. Let's go. In en uit. 1, in en uit. 2, 3. 4, 5, ik kun je best wel voelen in je buikspieren. 7, 8, 9 en 10. Wisselen linkerarm, rechterbeen weer naar de zijkant en intrekken. 1, 2, zoek op continue balans. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Allebei nog één keer. Je rechterarm de lucht in de linker voeten, stapje naar de zijkant en intrekken. 1, 2, 3, 4, navel in, 5, 6, 7, 8, 9, laatste 10. Laatste keer, linkerarm richting rechtervoet, stapje naar de zijkant en intrekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we gaan op onze benen staan. 10 keer gaan we eerst omhoog. Dan voel je even spanning op je kuiten en laat je vervolgens weer langzaam zakken. Oké, omhoog naar de tenen. En terug. En probeer het gecontroleerd te doen. Gecontroleerd omhoog en gecontroleerd omlaag. Gecontroleerd omhoog en gecontroleerd omlaag. Zit op 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Nu gaan we de tenen omhoog halen. 1, houd je hakken staan. 2, controleer, controleer, kom op. 3, navel in. 4, ga niet te veel bol. 5, blijf recht. 6, vrouwen met hakken in de benen, kijk lastig. 7, 8, 9 en 10. We gaan naar de tenen, omhoog. 1, voor die kuiten. 2, 3, 4, 5, 6. 7, gecontroleerd. 8, 9 en de laatste. 10. En met je tenen omhoog. Ga naar je hakken toe. 1, 2, vind je balans. Gecontroleerd. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en de laatste. 10. Oké, we gaan met onze rechterbeen op en neer zwiepen. We gaan het balanceren op links en met rechts. Van voren naar achteren ga je je been op en neer zwiepen. Met je handen mag je balanceren. Probeer je tenen een beetje wat meer omhoog te trekken, zodat je niet de grond raakt. Op en neer. Oh, balans, balans, balans.
naar links. Nog 12 keer. Nog 10. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oké, even schouderronde achter hem. Goed, gaan we even naar de nek. Je gaat met je neus richting je rechter oksel. Linkerarm gewoon langs je lichaam relaxed en dan hand omhoog. Linkerarm omhoog, neus richting rechter oksel en je voelt de rek in je nek. Hou het even vast. En losloopt het terug naar het midden. Linker neus naar de linker oksel en de rechterhand komt dan 9 graden omhoog. Heerlijke nek, rek. En loshoofd naar het midden. Dan ga je met je rechter oor naar je rechter schouder. Je pakt voorzichtig je hoofd vast en trekt hem naar de zijkant toe. Je voelt de rek meer nu naar de achterkant. Voor de rest sta je nog altijd actief. Borst op, navel in, actieve houding. En je trekt voorzichtig je hoofd een beetje verder. En los, over naar het midden toe, linker oor richting linker schouder. Dan voorzichtig met linker arm, hand je hoofd vastpakken, klein beetje verder naar beneden toe trekken. Dan voel je de rek net wat meer. Ik merk ook zelf ook een beetje in de zijkant, als ik ook blijf in de rechts staan. En laat los, over naar het midden toe. Links, rechts draaien. Voeten weer mee indraaien. Eventjes die onderrug nog één keertje losdraaien voordat we weer bij de uitslag gaan. Goed, we kunnen alles los. En dan eindigen we zo meteen met twee diepe ademhalingen. Op het moment dat we boven zijn, eventjes vasthouden en naar achteren toe leunen. Oké, van beneden. Adem in, maak je lang. Adem vasthouden. Beetje naar achter te leunen op je tenen. En los. Dan weer adem in. Helemaal uitrekken. Een beetje op je tenen naar achteren toe. Voel je buik. En los. Nou, dames en heren. Klasse. Lekker voelt het lichaam op dit moment, hè? Hopelijk vond je het weer leuk. Laat mij weten welke oefening jij het allerleukste vond. We hebben natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. En welke jij vanaf nu iedere dag gaat doen. Dus je kunt deze oefeningen elke dag doen. Je kunt ook ervoor zorgen, of kunnen ook voor de video ervan gebruiken. Ze staan onder de video's. Alle workouts die wij doen, van yoga tot hit, BBB, oefend workout, power pauzes. Je vindt ze allemaal onder de video's. En het is natuurlijk nog leuker om met collega's te doen. Je kunt ook een losse energizer uitstellen, dus bij niks smeet zijn. En voor nu verder een hele fijne werkdag.